Ryan van Dijk, het is zaterdag 15 januari. Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het prima. We zitten lekker in het zonnetje hier. We hebben een goede week achter de rug. En vanavond gaan we ook weer huiswaarts, dus het gaat goed. Hoe was deze week voor jullie, Ryan? Ja, we hebben op zich goed getraind deze week. Twee goede wedstrijden gehad. De eerste wedstrijd tegen Mechelen voor Jong NSC, dat was niet veel, maar ja, dat kan gebeuren. Gisteren hebben we een goede wedstrijd gehad met het eerste tegen Club Brugge 2-0 gewonnen. En qua trainingsarbeid, het was goed verdeeld. Een paar keer zwaar trainen, een paar keer rustig gaan, maar het was lekker. Een heerlijke omgeving, ook een heel lekker veld. Daar ben je mee eens, denk ik? Ik ben het met jou eens, ja. Het veld was goed. We hadden ook die wedstrijd tegen KV Mechelen, dat was een drama. Dat was niet fijn om op te voetballen, maar dit veld lag er perfect bij. Lekker een beetje vochtig, dus het bal glijdt goed. En de omgeving is gewoon prachtig. Je kijkt je ogen uit. Het is niet normaal hier. We kennen jou van Jong NEC. Maar verder, wie ben je eigenlijk? Nou, ik ben dus Ryan van Dijk. Ik ben 20 jaar. Dit is mijn 9e seizoen al bij NEC. Ik ben van nature middenvelder. Speelde de laatste tijd ook rechts of linksback. Dat kan verschillen bij Jong NEC. Ik kom uit Westervoort. En ik woon nog lekker thuis. Ik heb een vriendin. En dat is mijn leven een beetje. Je hebt een vriendin. Wat vindt zij ervan, sorry, dat je hier een week zit? Ja, ze vond het wel moeilijk. Toch een weekje missen. We zien elkaar al niet zo heel veel, omdat ze in Rotterdam woont. Maar ja, het hoort erbij. Dat is het leven van een voetballer. Je moet een keer op trainingskamp of ergens anders heen. En ja, dat hoort erbij. Hoe ziet jouw toekomst eruit, Ryan? Ik hoop dat ik hier zo snel mogelijk, of niet hier dan, maar bij NEC zo snel mogelijk basisspeler ben. Dat ik net zo belangrijk kan zijn als een Nicky Siemling of een Bassie Bum. En daarna wil ik het hoogst mogelijke halen. En ja, voor mij persoonlijk weet ik niet waar dat ligt. Daar kom ik dan wel achter. Vanavond kom je thuis om 1:30 bij het NEC stadion. Hoe ziet jouw weekend eruit? Want maandag weer vol aan de bak. Ja, maandag vol aan de bak. Het zal morgen wel een rustige dag worden. Ik heb alleen een verjaardag van mijn oma. Ja, dus daar moet ik wel heen. Maar het is ook wel gezellig. We hebben de familie allemaal bij elkaar. Maar verder wordt het lekker rustig aan en weer voor maandag knallen. Wat doe je eigenlijk in je dagelijkse leven, Ryan? Na, buiten het voetbal om? Hoe ga je wel stappen? Wat eet je zoal? Nou, mijn eetgewoontes zijn behoorlijk goed. Maar mijn moeder kookt vaak en dat is altijd wel gezond. Dat moet ook wel als profvoetballer. Af en toe kan een ander hapje, een patatje of zo, dat kan wel natuurlijk. Ik stap nooit. Ik ben misschien in mijn leven 2 keer wezen stap of zo. En verder ga ik veel met mijn vrienden. En ik ben nog trainer van een plaatselijke voetbalvereniging. En ik heb mijn vrienden natuurlijk waar ik graag bij ben. Trainer van de jeugd, denk ik? Nou, ik heb vorig jaar een jeugdteam gehad, ja. En nu ben ik trainer van dames 2 daar. Ik ben daarvoor gevraagd omdat ze een beetje met het damesvoetbal omhoog willen. Dus ja, daar heb ik al ja op gezegd. Dus je hebt genoeg vrouwen om je heen, hè? Ik heb genoeg vrouwen om me heen. Ze zijn niet allemaal even schoon, maar ik heb een vriendin, hè, dus daar gaat het om. Maandag weer aan de bak bij NEC. Hoe ziet jouw tweede seizoenshelf eruit, Ryan? Wat moet jij doen om nog bij de eerste selectie te kunnen komen? Om zo belangrijk te worden als Siemling en Siebum? Nou, ten eerste moet ik nog veel harder worden. Ik ben af en toe nog veel te lief. Verder moet ik elke dag laten zien wat ik kan. Dat ik moet bikkelen en dat ik laat zien aan de trainer dat ik een niveau aan kan van het eerste. En dan hoop ik dat ik dit seizoen vaker op de bank mag gaan zitten en eventueel mijn debuut mag gaan maken. En dat komt snel, denk jij? Ik hoop wel. Als ik mijn best doe, dan hoop ik dat de trainer me een keer een kans geeft. Maar dat ligt ook meer aan mezelf hoe ik het doe. Nog één vraagje voor je. Mag het NEC dit jaar eindigen? Nou, sowieso boven die Arnhemmers. En ik denk dat wij met deze groep kunnen wij voor de plek 8 en 9 kunnen wij wel gaan. Je komt uit Westervoort, zei je net. Dat ligt toch in de buurt bij Arnhem. Hoe is jouw gevoel met Vitesse eigenlijk dan? Nou, nu ik al 9 jaar bij NEC zit, dan voel ik wel een beetje haat richting die club. Ik ken wel een paar jongens daar die daar rondlopen en daar heb je wel eens contact mee. Maar ik hoef niet veel van die club te weten of zo. En ik zou er ook niet graag willen voetballen. Waarom niet? Omdat ik toch een echte NEC'er ben geworden. Lijkt me een mooie afsluiting, toch? Top.